Wijfie, dat zien we dan. We gaan winnen voor de overwinning. Ja! Leeuwarden, ja, 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 de overwinning! Kom op, mannen! Het gaat er hier hard aan toe achter mij. Monnikendam viert namelijk dat het 450 jaar geleden is dat de watergeuzen wonnen van de Spanjaarden. En de slag op de Zuiderzee speelde daarin een ontzettend belangrijke rol. Inwoners uit de hele stad zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om het evenement op te tuigen met een prachtig resultaat. Lang niet iedereen weet wat er precies gebeurde 450 jaar geleden tijdens de slag op de Zuiderzee. Maar gelukkig weet Tineke Steur dat wel en jij kon ons alles vertellen. Tineke, die gebeurtenis, wat gebeurde er? Wat gebeurde er? Nou, 450 jaar geleden wilden we de Spanjaarden hier weg hebben. De Spanjaarden, ja, waren de baas of hoe je dat wil noemen. En er kwam steeds meer opstand tegen de Spaanse overheersing. We moesten heel veel belasting betalen en nou ja, dat willen de Nederlanders natuurlijk niet. En nou ja, toen waren de geuzen, ja, dat waren eigenlijk wel een soort zeerovers. Maar goed, die hebben wel gezorgd dat we bevrijd zijn. Hè? Wat is uw aandeel op de slag op de Zuiderzee? Mijn aandeel is, ik ben de admiraal, mevrouw. Ik ben de burgemeester van Monnikendam en de admiraal van de geuzenvloot. En wat doet u dan precies? Ik leid de gevleugel. Ik neem de beslissingen. Ik zeg, jongens, dit gaan we doen en dat gaan we doen. Aanvallen, enteren. Wat gaan we doen? Aanvallen, enteren. Dat zeg ik toch. Dat lijkt me redelijk onderdacht op deze manier. En wat doen we dan? Heeft u een alternatief soms? Ik kan me voorstellen dat er een strategie achter zit. Natuurlijk zit er een strategie achter. Maar die ga ik jou niet aan je neus hangen, jonge dame. Dat gaan we niet doen. We hebben een plan bedacht. Die Spanjaarden gaan allemaal... Niet verder vertellen, hè? Dit knippen we eruit, hè? Dit knippen we eruit. We lokken ze naar lager wal, waar hun grote plompe schepen, de Inquisitie en de Heilige Geest, aan de grond lopen. En wij met onze kleine bootjes, hup, enteren, drup en erover. Met wie heb ik het genoegen? U heeft het genoegen te spreken met de stadhouder van Holland, de heer Bossu. Oftewel zijn excellentie Bossu, tevens admiraal van de Geuzenvloot. En hoe denkt u dat het ervoor staat zometeen? Nou, mevrouw, kijk nu eens achter ons, een geweldige vloot hebben wij. En die geuzen, bedelaars zijn het. Omgebouwde visserskotters. Ze maken geen kans. Wij hebben vorig jaar de vloot van de Turken verslagen. 210 boten. En u denkt dat wij bang zijn voor die krotten hier? U doet mij lachen, mevrouwtje. De slag wordt elke 50 jaar herdacht in Monnikendam. En het is dus ook niet gek dat veel Monnikendammers terugdenken aan de editie van 50 jaar geleden. En Simon Verbeek was erbij. Simon, wat weet jij nog van de vorige editie? Nou, heel veel. We hebben toen met buurtverenigingen 14 boten gebouwd, 7 Spaanse schepen en 7 Hollandse schepen. Toen zag het er ook bijzonder uit, heel bijzonder. De vloot, de Geuzenvloot en de Spaanse vloot lagen eerst nog gezamenlijk hier in de haven. Voeren vervolgens uit, kwamen in slagorde op elkaar toe. En het werd een heftig gevecht met rook, vuur, vuurwerk, kanonnen en noem maar op. En vandaag wordt dat opnieuw gespeeld. Ik was er 50 jaar geleden natuurlijk ook bij, hè? Toen was het ook een geweldig feest, dus nu wil ik ook niks missen. Schieten! Schieten! Gooi die Spanjaarden te water! Come on! Deze prachtige beelden kunnen jullie laten zien dankzij Omroep Pim. Je ziet op de schepen, maar ook aan de kant, mensen gehuld in prachtige historische kleding. En dat is niet zomaar. De oproep van de organisatie was namelijk om mee te doen en om zelf je kleding te maken.
Ik ga voor Margreet. Dit is een wat chiekere dame. Wat mijn man aangetrekken, dat weet ik nog niet. Dus die mag er nog even uit het boekje. Dit boekje, kostuumparade. Mag hij ook een patroon uitkiezen? Volgens mij kunt u niet wachten om hem aan te hebben tijdens de grote feest. Nou ja, we gaan het zien. Ja, nee, ik vind het leuk om daarin te lopen als meer mensen erin lopen. Dus, maar ik verwacht wel dat er genoeg mensen in lopen dat ik hem aan kan trekken, hoor. Ja. Wat zien jullie er prachtig uit. Wat hebben jullie voor kleding aan? Dankjewel. Wij hebben kleding aan van 450 jaar geleden. Hè. Toen liepen ze er zo bij. Alhoewel, ik denk niet zo mooi, maar... 50 jaar terug was ik 16. En mijn ouders zaten toen, niet in het bestuur, maar deden heel veel als vrijwilliger. En toen heeft mijn moeder ook dit pak gemaakt. Maar ik heb het al 50 jaar bewaard op mijn zolder. En dat hebben we al die jaren bewaard. En dat is een half jaar geleden, hebben we dat weer eens opgezocht. Ik heb het gepast, maar ja, het was toen een beetje te klein. Of het is nu een beetje te klein. En toen heeft mijn moeder, die leeft nog, 90 jaar, en die heeft het pak vermaakt, zodat ik het nu weer aan kan. Er is niet alleen van alles gedaan aan kleding. De hele stad heeft een makeover gekregen. Ik sta dan ook naast een hele trotse organisator, Erik Heusinkveld. Erik, een jaar geleden had je niet gedacht dat het er zo bij zou staan. Hoe kan dat? Nou, nee, klopt. Inderdaad, een jaar geleden hadden we dat niet gedacht. Anderhalf jaar geleden zaten we nog in een lockdown. En was er absoluut nog geen hoop op dat we iets konden gaan organiseren. Pas in augustus begon het een beetje te kriebelen. Dan praten we nog maar over 11 maanden geleden. Toen is er in september een initiatief gekomen van laten we eens kijken of er een deel van de bevolking zin heeft om wat te gaan doen. En toen waren er 200 mensen bij elkaar in de grote kerk hier in Monnikendam. En toen was er genoeg enthousiasme om te zeggen van nu gaan we wat doen. Dus dat is eigenlijk in september, begin september kwam het eerste zaadje, pas op. Dus dat dit nu gebeurt, ja dat is geweldig. Ik ben hier heel blij mee. Intussen wordt er heel hard gevochten hier op het water achter mij. Niet alleen is er net een schip in de brand gevlogen. Intussen zijn zelfs de watergeuzen, en er wordt luid gejoeld, zijn de watergeuzen de schepen van de Spanjaarden binnengetrokken. En wordt het op de schepen uitgevochten. Nog even spannend natuurlijk hoe het afloopt. Ga weg, jij. Ga weg. De storm die dreigt ook nog even goed in het eten te gooien. Ja, we kregen ineens stormpoli een dag voor dat we van start zouden gaan. Toen zijn er wat poorten ontzet en ondersteboven gewaaid. Waar de straten vol banieren hangen, die waren allemaal gescheurd. Maar eigenlijk was dat misschien wel een teken van verbondenheid. Uit alle hoeken en gaten kwamen medewerkers die zeiden van we moeten dit weer fixen, we moeten dit opknappen. We willen het toch klaar krijgen. We willen eer van ons werk hebben, want het was dus weken na werk wat we hadden. Nou, er zijn dus veel dames die bereid waren om weer te komen met naaimachine. Want ja, zonder naaimachine zijn we nergens, wij vrouwen, toch? Nou, spreekt u wel heel erg van 450 jaar geleden, volgens mij. Ja, dat vind ik wel, ja. We gaan helemaal terug in de tijd. Eigenlijk was aan het eind van de dag het plan klaar van we gaan het morgen weer redden. En kon iedereen rustig gaan slapen. En de donderdag, voordat we van start gingen, om 2:00 middags was de stad weer als vanouds. Was alles hersteld. Maar het is toch hartstikke leuk dat je hier met z'n allen dit fantastische feest viert. En wat vinden jullie nou van die hele sfeer dat jullie dit als Monnikendam zo met z'n allen doen? Ja, daar doen we het eigenlijk gewoon om. Dat is gewoon het leuke. Gewoon met elkaar hier zijn en straks allemaal het dorp weer in, de stad in. En dan gewoon gezelligheid. Gewoon samen zijn en wat vieren. Het is overdag, maar ook 's avonds. Mensen zitten buiten op straat, eten met elkaar. Mensen die elkaar nog nooit gesproken hadden, die zien elkaar nu. Ja, dat is volgens mij de grote winst. Los van dat we een feestje hebben. Maar maandag is er nog steeds mensen die kennen elkaar weer. Dat vind ik het belangrijkste. Jan Haring was de zeeheld die uiteindelijk de overwinning bracht. Want die haalde de Spaanse vlag uit het vlaggenschip, de Inquisitie van de Spaanse vloot. En werd vervolgens doodgeschoten. Maar daardoor dachten de Spanjaarden dat de slag verloren was. En daarom hebben natuurlijk de Spanjaarden zich overgegeven. Tenminste, ze dachten dat ze zich overgegeven hadden. En toen zijn ze weggevaren met de staart tussen de benen. Terwijl ze eigenlijk met veel meer waren. En wie heeft er gewonnen? Wij. Jan Haring ook. Vooral, want hij had de vlag gepakt, maar nu is hij wel dood. Niet in het echt.
Jawel, ook in het echt. Oh. Het is 450 jaar geleden, hè? Is hij zo oud? U kunt het zien, de Geuzen hebben wederom gewonnen van de Spanjaarden, net als 450 jaar geleden. En daarmee is er een einde gekomen aan deze uitzending. Hartelijk bedankt voor het kijken en een fijne dag.